Tientallen kindjes bij elkaar en toch is het hier stil. Ze zitten allemaal in de virtuele wereld van Studio 100 in WannaGoGo. Een digitaal platform vol spelletjes, video's, muziek en opdrachten. Ik moet de grote roze schatjes krijgen en dan ben ik pas de winnaar. Lukt het? Nee, want ik ben aan het verliezen. Er zijn dus drie grote delen. WannaGoGo is het belangrijkste voor de kinderen. Dat is de virtuele wereld waarin 20 spellen zitten, waarin een cinema zit, een bibliotheek, waar ze met elkaar gaan kunnen gamen en spelen en chatten enzovoort. Het tweede deel is WannaMix. Dat is de player waarin alle video van Studio 100 zit, waarin al onze boeken zitten en waarin alle muziekclips zitten. En het derde deel is WannaBus en dat is voor mama's en papa's. Die hebben eigenlijk een persoonlijke app waarmee ze de regels van WannaGoGo kunnen vastleggen. Regels zoals hoe lang de kinderen mogen spelen en welke spelletjes. Maar eigenlijk kan er niets fout lopen, zegt Studio 100. WannaGoGo is een veilige, beschermde omgeving zonder reclame. Ouders betalen 10 euro per maand voor een abonnement voor drie kinderen. Het alternatief zijn in-app purchases, zoals dat dan heet. Dus kleine bedragen betalen om iets meer te kunnen, iets meer te hebben. En daar hebben we heel resoluut niet voor gekozen. We willen niet dat een kind elke twee minuten aan moeder of vaders mouw moet gaan trekken om meer te krijgen. We wilden een helder aanbod. Het kost 10 euro en daar zit dan ook alles in. Maar wat met het aanbod aan gratis filmpjes en spelletjes op internet? Als je kwaliteit wil, dan moet je daarvoor betalen. En we zijn ervan overtuigd dat die 10 euro een zeer redelijk bedrag is voor wat je allemaal in de plaats krijgt. Studio 100 zal veel abonnementen moeten verkopen om hieruit winst te halen. De ontwikkeling van WannaGoGo heeft immers ettelijke miljoenen gekost. Maar de markt is groot. Het is evident dat wij in nogal wat landen actief zijn vandaag. En dat wij ook zeer gericht kijken in deze naar vooral Duitsland, Nederland in eerste instantie, waar wij toch behoorlijk sterk zijn als bedrijf. En dan evident ook andere territoria, Wallonië, Frankrijk enzovoort.